Mensen, ik moet jullie toespreken en ik kan heel veel zeggen en ik wil eigenlijk heel niet zo heel veel zeggen. Ik wil in eerste instantie bedanken voor al die mooie jaren die jullie bij ons hebben gespeeld. Ik heb jullie alle jaren meegemaakt. Ik heb heel veel spelers meegemaakt, maar ik heb altijd een hele mooie tijd met jullie gehad. Ik kan niet zeggen dat ook heb ik voor het moment geld Peter denk ik, waarom schiet in de heren was vanavond nog een keer zo. Maar goed, het is dat zijn zo. En ook zijn wel eens triomfmomenten geweest, maar ja, die moet je maar vergeten dan. Hè. Ik begin even met Marco. Marco, je weet, Jaap heb je opgehaald. Ja, Frans heb je opgehaald in Hulshorst. Samen met Ronald Hoek en volgens mij werd René Klaassen. Die jongens die waren toen een jaar of 13, 14 denk ik zo'n beetje. Toen werd ze in Hulshorst, dat was een hele belevenis in Hulshorst, want die liep leeg. Dat was nogal wat. We zijn 3 of 4 keer in Hulshorst geweest en toen kwamen ze ineens. En Jaap, zal je straks ook weer begeleiden dat je eruit gaat? Ja? Okay. Nee, ik moet terug. Marco, je bent begonnen 2005 tot 2020. Je hebt 14 seizoenen bij Nutspit gespeeld. 14 seizoenen zei dat. Je hebt 1 seizoen bij Horst gespeeld. Als jou de mensen die het huiswerk in Nutspit maken en jouw huiswerk, moet jij weten dat je vanavond je 250ste wedstrijd hebt gespeeld. Okay. Dus dat is best wel afscheiden op 250, dat is netjes. Je hebt je debuut gemaakt volgens mij onder Evert Vlieter. Je weet je eerste buitenplek nog? Ja, dat is waarschijnlijk in Egelbeurt geweest. Klopt dat? Ik heb staan hier, misschien een week niet erin gevallen, maar je eerste buitenplek dat ik kan zien in de statuut of in de papieren, dan ben je een week later tegen DVS. De kampioenschap, 2006 meegemaakt met heel veel van de jongens die er vanavond ook bij waren. En ook nog een balkon zijn er wel, er zijn ook nog foto's van. En zelfs een dvd'tje. Maar weet je ook wel je eerste doelpunt hebt gemaakt voor Nutspit? Jongens, hij weet alles goed in uit. Ja, heel goed. Goed in het huis. 1-0. Oh, 3-0. Sorry. Marco, ik wil je namens de vereniging. Af en toe heb je straks half hier tegelijk. Dan nemen we nu echt de andere jongens. Dan kan het bestuur in 1 keer doen, ja? Als we ons 4 keer doen. Ik ga naar Peter Huygen. Peter heeft net zijn eigen doopsel al gelicht op het veld. 2009, 2021, Peter. Rug nummer 14. Volgens mij heb je 2 seizoenen vrijwillig al verplicht in het tweede voetbal. Je hebt er over een totaal van 147 wedstrijden gespeeld, zeggen ze. Je debuut was onder. Onder het weer van Nijen. En ook ja, jij staat in de papieren. Die eerste basisplek, weet je dat ook nog? Co-Head Nutspeet. En het werd 4-2 voor Co-Head. Maar het kan zijn, ook in die papieren staat dat jij gewisseld misschien bent. Als wissel een week eerder. ACV Nutspeet. 4-1. Dat zijn beide nederlagen. Dus het begon wel slecht, maar toch vanavond. Weet je ook nog wel in je eerste doelpunt scoren, Peter? Nee, Peter scoorde zijn eerste competitiewedstrijd in 2009, 2010. Nutspeet bij AC. Dat is 1-3. Dus, en je hebt een hele tijdje, ik zal ze niet allemaal opdoen, maar je hebt een hele tijdje trainings meegemaakt. Peter, in ieder geval bedankt. Je krijgt straks ook de dingen uitgereikt. Dan ga ik nu naar Gielian Tissing. 7 seizoenen bij Nutspeet, maar ik moet toch bij Gielian een beetje gaan puzzelen. Want als je de opstelling, historisch opstelling, kom je vaker geen Tissing tegen. Er staat geen voornaam bij. Dus ik denk dat het Gerben is geweest. Of je moet al eerder ingevallen zijn, maar ik durf het niet zeker te zeggen. Je hebt 7 seizoenen bij Nutspeet gespeeld, volgens mij. Je hebt 116 competitiewedstrijden gespeeld. Volgens mij heb je in volgens het vier, heb je de debuut gemaakt onder Marcel Boudestein. Nee? Nou, oké. Volgens het recht. En Rob McDonald. Oké. Volgens de papier scoorde je eerste doelpunt in 2016-2017 voor Nutspit. Het was beter dan Peter, het was 4-0, Nutspit Zutphen. En dan is er 1 vraag voor mij. Er staat ook weer geen Tissing. Ben jij dat geweest? De wedstrijd Nutspit S. 3 maal, zijn eerste hat-trick. Dat ben je al geweest. Oké, dan zie je bedoeld. Oké, nee, maar het is omdat er alleen maar geen Tissing staat, dus dat wordt altijd voor mij lastig. Ook jij wordt bedankt namens ons allemaal.
Dan heb ik de laatste, Patrick, die doet de meeste wedstrijden. Die hebben dit seizoen nog een keer gehuldigd voor zijn wedstrijden. Patrick weet nog bijna alles wat ik ga vragen, want het is natuurlijk, het zit nog in zijn geheugen. 13 seizoenen, 1 seizoen 1, klein misstapje, Colette. Maar goed, debuut onder Hans Nijkhuizen, hij was er vandaag ook weer. Hij was ook bij je 250ste wedstrijd toen nog. Kwam hij spontaan, maar misschien had hij toen wel je shirt kunnen overhandigen. Je weet ook nog exact wat hij hier stil moet scoren. Klopt. We noemen hem nog een keer. Nutspit Staphorst. Ja, we waren ook nog de trainer was toen Lucas Hoekman. 4-0 voor Nutspit. En de andere die doen we natuurlijk ook nog even noemen. Daar zat Marco ook bij. Met de 4-0 uit bij Staphorst zat Marco ook bij. Doelpunt. Samen met, volgens mij de stapscoorde altijd Erwin Schouten. En de andere was van Gerrie-Jan Mulder. Jongens, ook bedankt voor al die mooie wedstrijden die je had. Wat gaan we jullie aanbieden? We gaan je een shirt aanbieden met je eigen rugnummer. En een jaar dan staan erop. Van wat je hier hebt gespeeld en dat geduurd door de bestuursleden. En als de bestuursleden het huiswerk goed gemaakt hebben, dan weten ze ook wie bij wie welke nummer moet hebben. Nou, kijk, de dame die kiest voor de veiligheid, die doet alleen bloemen. Nummer 14. Je hebt vanavond nog zien spelen. Nummer 14 is voor Peter. Ja, ik heb hier wat nummer. Ja, Peter, ik heb je 10 al een keer gegeven. Nu moet je toch met 21 doen. Huh? Sorry. Dat is het nummer van dit jaar. Dat is nummer 6 volgens mij. En de nummer 15, die is van Wiljan. Jongens, nogmaals bedankt. Ik weet niet of een van jullie twee het woord nog even naar voren wil naar de spelers toe. Ik wil namens het bestuur en natuurlijk ook alle leden van de voetbalvereniging, wil ik jullie ook bedanken, jongens, voor jullie tomeloze inzet door de jaren heen. Ik hoop dat jullie verder na deze wedstrijd ook hartstikke goed gaat met jullie gezin en maatschappelijke carrière. En ik wil ook eventjes van de gelegenheid gebruik maken om... Zo'n wedstrijd kan alleen maar georganiseerd worden als een aantal mensen daar het voortouw van nemen. En ik denk dat het op zijn plaats is om Jaap Frens en Henk Hup hier hartelijk voor te bedanken namens de hele vereniging. Jongens, even een applaus. Graag gedaan, ik doe het al jaren met liefde, jongens.